deze video. Ik ga vandaag een make-up tutorial doen met allemaal make-up die ik gewoon slecht vind. Ik vind ze gewoon niet goed. Voor al mijn vaste abonnees die al mijn video's bekijken, of in ieder geval heel veel van mijn video's bekijken, een aantal dingen zullen je misschien bekend voorkomen, omdat ik ze al wel eens in een video heb laten zien. Heel veel make-up is ook nieuw en heb ik nog nooit laten zien. Ik heb al een keer een make-up look gemaakt met make-up die ik haat, maar dat is echt al een jaar geleden of zo, of in ieder geval heel veel maanden geleden. Dus het werd wel weer tijd voor een nieuwe. Grote disclaimer, ik heb geen hekel aan de make-up merken. Elk make-up merk heeft goede en slechte make-up. Maar dit zijn gewoon een aantal producten die niet werken bij mij. Misschien werken ze wel bij jou, maar in ieder geval bij mij niet. Ik ben ook net thuis van werk, dus mijn haar is een beetje vroegjes. Maar dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Nou, ik heb nog niks op mijn huid. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Zoals heel veel mensen al weten, ik doe mijn wenkbrauwen altijd voordat ik de video's begin. Ik ga ook niks testen daarvan en ik laat ook niks zien qua wenkbrauwen. Ik heb gewoon een hekel aan wenkbrauwen, dus ik doe er gewoon niks mee. Ik heb ze gewoon altijd al gedaan, gewoon alsof ze gewoon niet bestaan. Oké, ik ga eerst beginnen met mijn gezicht. Ik heb een primer en die vind ik echt gewoon helemaal niks, omdat die gewoon werkelijk niks doet voor mijn gezicht. En dat is de Maybelline Superstay Make-up Primer. Deze doet werkelijk waar niks. Het is gewoon één vloeibare zooi. Ik weet niet, ja, er staat op dat je make-up er hierdoor beter op moet gaan zetten, maar dat is gewoon echt niet. Ultra smoothing, dit en dat, nee. Het is wel de bedoeling dat je hem eerst schudt, maar ik heb echt geen idee wat dit doet. In mijn hoofd doet het echt helemaal niks voor mijn gezicht. Kijk, het is ook echt super vloeibaar. Nee, ik vind het allemaal echt helemaal niks. Het maakt ook mijn gezicht een beetje grauwig of zo. Dus het doet niet alleen niks goed, maar het maakt zelfs mijn gezicht een beetje raar. En het voelt ook een beetje vettig aan. Alsof je gewoon olie smeert op je huid of zo. I don't know, maar deze vind ik echt niks. Voor foundation heb ik een foundation die echt een hele hype was. En die heel veel mensen goed vonden. Maar mensen met een droge huid zoals ik heb, gaan deze waarschijnlijk niks vinden. En dat is de Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ik heb hem in de kleur golden beige. Deze blijft hangen aan elk droge plekje op je gezicht. Nou is mijn huid niet heel droog, want het is warm weer. En mijn huid wordt dan meer normaal. Ik heb nou eigenlijk niet echt meer een droge huid. Ik heb nu meer een normale huid. Maar in de winter vooral is mijn huid echt droog. En deze blijft helemaal plakken hier bij mijn voorhoofd, bij mijn neus. Overal blijft hij gewoon plakken. En het is echt gewoon niet mooi. Dus echt voor een droge huid is deze niet ideaal. Maar voor een vettige huid misschien wel. Oh echt, deze foundation is zo lelijk. Je kunt me ook echt helemaal zien zitten. Echt, ik moet er ook even met een spons overheen. Want je kunt gewoon helemaal van die soort van strepen zien zitten. De foundation kwast die ik gebruik is de Sigma Flat Kabuki F80. Dan concealer. Een concealer die gewoon ook echt niet werkt voor mij is de NYX HD Studio Concealer. Deze is ook weer niet mooi op mijn huid. Ik heb hem in de kleur, even kijken welke kleur ik heb, beige. Ik moet ook zeggen, qua kleuren zit er niet eens eentje bij die echt matcht met mijn huidskleur. En ik heb best een makkelijke huidskleur. Dit was de enige die een beetje geelig was. Dus dat vond ik al minder. En hij zit gewoon niet mooi op de huid. Hij dekt niet mooi. Ik vind het gewoon niet mooi zitten. Ik wil het gewoon heel smooth hebben daar. En dat doet deze concealer gewoon absoluut niet. Oké, nou mijn basis is nou echt vreselijk. Het is zo cakey. Zo lelijk. Oh, die concealer die kriest ook al gewoon echt gelijk. Want het is zo lelijk. Maar al deze lichten hier laten het een beetje mooi lijken op de camera. Ik ga even een beetje inzoomen. Mensen, kijk even. Ik hoop dat het zoiets beter te zien is. Kijk hier, het kriest al gewoon echt heel erg. Echt meteen. Hier ook, hier wel iets minder, maar wel ook weer gewoon meteen. Kijk het hier helemaal zitten. Helemaal hier bij mijn neus. Dit is echt, deze foundation en concealer zijn echt één groot mes. Echt niet te doen. Als ik er ook gewoon met mijn vinger op ga, blijft er meteen een afdruk achter. Niet te doen dit. Oké, dan ga ik afpoederen zoals ik ook altijd doe. Ik heb hier een losse poeder. Die is me aangeraden door jullie. Dus ik dacht, die ga ik halen. Maar ik vind hem helemaal niet zo goed. Hij heeft ook flashback. Dus je lijkt wit op foto's. Hij poedert gewoon niet goed af. Hij blijft gewoon niet goed plakken op je huid. En dat is de Catrice Nude Illusion Loose Powder. Ik ben zelf aan het twijfelen of ik wel de goede heb gekocht. Want ik vind hem gewoon echt niet goed. Hij is ook gewoon echt wit en
nee, het wordt gewoon niet smooth. Het wordt niet mooi egaal of zo. Het is gewoon echt één grote poederige puinhoop. Kijk, zo ziet hij eruit. Hij voelt ook echt heel raar aan en zo. Echt gewoon net zo'n te dikke, rare poeder. Ja, nee. Ik vind het ook allemaal veel te dik. Het is echt gewoon een mes. Nou, ik breng poeder altijd aan met een spons. Dus dat ga ik ook gewoon eventjes doen. Ik doe niet te veel, want dit was echt gewoon niet mooi. Dan op de rest van mijn gezicht doe ik het even aanbrengen met gewoon een kwast. Oké, dan ga ik nou verder met oogschaduw. Ik heb twee oogschaduwpaletjes die ik niks vind. Het eerste paletje is de Revolution Revoholic Eyes paletje. Deze was uitgekomen met afgelopen kerst. Dit hoorde in zo'n pakket met allemaal ook andere make-up. Deze kleuren zijn echt niet mooi. Die glitterkleuren zijn op zich nog oké, maar die matte kleuren echt... Dit paletje is echt gewoon een mes. Het is echt niet mooi. En deze kleuren hadden zo mooi kunnen zijn. Maar het is zo... Ja... Poederig en zo korrelig. Het is gewoon een niet mooi paletje. De matte kleuren zijn ook echt bijna niet gepigmenteerd. Het is echt gewoon... Dit was echt een mes. Ik weet niet eens of hij nog te koop is überhaupt. Maar als hij er nog is, ik vind deze echt niks. Het andere paletje die ik niks vind, en die is eigenlijk nieuw. Dus die is sowieso nog te koop. En dat is de Smashbox Covershot Eyeshadow Palette. En ik heb de kleur Prism. Dit is een duur paletje. Dit paletje is 30 euro. Ik heb hem gebruikt... Absoluut niet je geld waard. Ik begin al met hoe dit eruit ziet. Dit zit er gewoon allemaal scheef in. Voor een paletje van 30 euro verwacht ik dat op zijn minst de kleuren er gewoon zo mooi recht in zitten. Maar deze zitten er gewoon oprecht scheef in. Deze drie en die twee ook eigenlijk. Gewoon allemaal. Al die onderkleuren zitten gewoon scheef. Plus de kleuren zijn helemaal niet echt gepigmenteerd. De glitterkleuren, er komt gewoon bijna geen pigment vanaf. Het is echt belachelijk. Ik heb hier maar één matte kleur. Dat vind ik ook al minder. Want ik wil altijd graag met een paletje gewoon een hele look kunnen maken. En dat kan met deze niet. Of ja, niet de look die ik wil maken. Want ik moet gewoon een paar matte kleuren hebben in mijn crease. En die heb ik gewoon hierin niet. Dus ik moet altijd een ander paletje erbij halen om met dit paletje te kunnen werken. De twee kleuren die ik wel mooi vind zijn deze twee. Die zijn ook nieuw. Deze kleuren zijn echt... Heel glitterig, heel mooi. Maar wat ik dan daar weer... Kijk, ik heb het even een beetje hier op mijn hand gedaan. Zo mooi. Maar wat ik weer minder vind aan die twee, het staat ook hier erop. Die moet je aanbrengen met je vingers. Want als je het met zo'n kwast doet, komt er gewoon niks vanaf. Ik haat dat. Ik haat het om oogschaduw aan te brengen met mijn vingers. Want ik heb gewoon lange nagels en ik kom daar gewoon allemaal niet echt bij en zo. En het is gewoon één grote mes. Ik wil gewoon kwasten kunnen gebruiken. Dus er zijn heel veel reasons waarom ik dit paletje niks vind. Wat ik wel heel mooi hieraan vind is de buitenkant. Ook hoe die zo beweegt. I love it. Ik ga dus deze twee paletjes gebruiken. Ik ga eerst beginnen met deze en ik pak eerst de matte kleuren voor in mijn transitie. Ik heb trouwens nieuwe kwasten. Ik heb een set gehad van het merk New Standard. En ik vind deze kwasten oprecht heel fijn. Ik word hier niet voor betaald of iets. Ik heb ze gewoon gehad en ik vind ze echt heel fijn. Ik heb ze allemaal al gebruikt in een video die op Instagram staat. En dit is echt een geweldig setje en echt goede kwaliteit. Dus mocht je goede kwasten nog willen... Ik zal de link in de beschrijving zetten en ze hebben me ook een kortingscode gegeven. Dus dan hoef je ook iets minder te betalen. Nogmaals, ik ben niet gesponsord, ik ben hier niet veel betaald. Ik ben gewoon oprecht blij met die kwasten, dus ik ga ze vandaag weer gebruiken. Oké, ik ga een paar van deze kleuren hier gebruiken bij mijn oog. Is dit een glitterkleur? Oh mijn god, hier komt ook echt bijna niks vanaf. Ik doe die even onder mijn wenkbrauwen. En... Ja, want dit moet een glitterkleur voorstellen. Maar ja, er komt niet echt veel glitter vanaf. Whatever, we gaan gewoon weer door. Even kijken, ik ga deze kleur in mijn arcade boog doen. En dan deze kleur ook. En dit doe ik dan gewoon zo op mijn hele oog. Op mijn hele oog. Oké, wie kan hier iets zien? Ik zie echt bijna niks. Echt, de pigmentatie is echt whack.
Ik moet echt 100 keer eroverheen. En iedereen die mij heel lang volgt weet dat ik gek ben op dit merk. Revolution is echt een van de beste betaalbare make-up merken. Het is echt een geweldig merk. Dit paletje is ook al wel best wel oud. Ik moet zeggen dat ze nou veel betere paletjes maken. Het beste paletje tot nu toe die ik vind van hun is die in samenwerking met Sof Das Nails. En dan haar tweede paletje, want ze heeft er twee. En daarmee had ze een hele collectie uitgebracht. Dat oogschaduwpaletje is echt amazing. Ik heb er ook een video over gemaakt. Klik hier als je die wil zien. Ik heb er ook al een aantal looks meegemaakt die op mijn Instagram staan. Dat is echt een geweldig paletje. Je kunt er ook echt zoveel looks mee maken. Die is echt geweldig. Maar deze, nee. Nou pak ik die wat donkerdere kleur. En die doe ik vooral in de buitenste ooghoek zo. En ook gewoon in mijn arcadeboog wel. En dan komt er allemaal niks vanaf. Blend ook gewoon echt niet goed. Ik ben een beetje naar binnen aan het blenden. Maar kijk, je kunt gewoon heel die streep zien zitten. Oh man, 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 wat een mes. Maar ik ga er wel iets moois van proberen te maken. En dan die donkere kleur doe ik ook op mijn onderste wimperrand. Oké, nou ik ben er wel klaar mee nou. Nou ga ik dit paletje doen en ik pak de glitterkleuren. Er zijn alleen glitterkleuren, maar oké. Even kijken. Ik ga deze paarse kleur op mijn hele ooglid doen. Nou, ik heb mijn kwast oprecht nat gemaakt met fixing spray, maar er komt niet echt heel veel glitter van af. Kijk, er komt wel iets. Maar echt, ja, echt bijna niks. En mensen, echt vooral voor 30 euro. Dat is toch wel veel geld voor één oogschaduwpaletje. Ja, ik vind het persoonlijk gewoon niet waard. Dan pak ik die donkere paarse kleur ernaast. En die ga ik naast die kleur doen. Een beetje aan de buitenkant. Ik vind die wel iets beter gepigmenteerd. Maar ja, nog steeds gewoon niet heel goed. En er is ook fallout. Ik ben gewoon zo niet blij met deze paletjes. Even een beetje uitblenden in elkaar, dat het wel een beetje mooi overloopt. Wat me ook opviel was dat als ik dus dit doe en ze zo in elkaar blend en dat soort dingen, het gewoon een beetje wegblendt. Dat vind ik dan ook weer minder. Wat een gezeik. Kijk, ik zie gewoon hier echt mijn huid en zo. Nee, dit is echt zo niet oké. Nou, even kijken. Dan pak ik deze kleur. Die moet je dus pakken met je vinger. En dan gewoon zo aanbrengen. Ik vind die wel mooi. Kijk, daar komt ook gewoon echt veel kleur vanaf. Zoals je kunt zien. Maar dat met mijn vinger aanbrengen. Kijk, ik wil nou in die hoek komen. En dat lukt nou allemaal niet echt. Door mijn nagels. En dan die kleur ernaast. Die je dus ook met je vinger moet pakken. Die is meer goud. En die doe ik daar weer naast. Een beetje in het midden van mijn ooglid. Die vind ik echt heel mooi. Kijk. Die is echt wowie. En weer even een klein beetje blenden. Niet te veel, anders blend ik weer alles weg. En die fallout blijft ook allemaal plakken op mijn gezicht. Wat een drama. Oké, nou die twee paletjes vind ik echt niks. Nou ga ik verder met eyeliner. Een eyeliner die ik echt niks vind is van W7. En dat is de Eye Captain Very Black Liquid Eyeliner. Ik vind die gewoon niet zo fijn. Dit is hem. De applicator is ook hard. Dus hij beweegt er bijna niet mee. En hij is best wel dik. Dus hij breekt echt in één keer super dik aan. Waardoor je gewoon heel snel een puinhoop maakt. Daarom vind ik deze gewoon echt niks. Nou, ik ga hiermee even een wing proberen te maken. Of ja, ik denk misschien niet dat ik een wing maak. Ja, of wel. Ik weet het niet. Ik zie wel. Wat ik, by the way, ook niet fijn vind hieraan is, zeg maar, het is alsof dit gewoon een stokje is die erin gaat. En dan blijft er een beetje liquid hangen. En als je het aanbrengt, gaat het er ook weer gewoon van af. Het absorbeert het niet echt of zo. Als ik het goed uitleg. Dus het is gewoon alsof als je smeert, je het hier gewoon afsmeert. En dan ineens is het gewoon op. Dus dat is ook wel een beetje vervelend. Kijk, dit is dus wat ik bedoel, hè. Het wordt al heel snel veel te dik. Super vervelend. En nou is het helemaal hier in mijn oog gegaan. Oké. Dan mascara. Een mascara die gewoon niks doet voor mij is de Kiko Arctic Mascara. Ik weet niet of die nog te koop is. Want deze hoorde bij een holiday collectie. But I'm not sure. Deze is zo heel klein. Ik vind hem niks. Hij doet niks voor mij. Hij is ook zo klein. Waardoor het dus echt super lang duurt. Voordat je alles hebt gedaan. Nee, ik vind hem echt helemaal
niks doen voor mij. Nou, en dan nepwimpers. Ik hou altijd van 3D mink lashes. Ik word gebeld. Die zijn altijd heel lang, heel dramatisch. Maar af en toe overdrijf ik een beetje en ik bestel te lange, te dramatische. Net als deze. Ik bestel altijd bij de AliExpress, maar deze zijn de D20. En nou belt er iemand aan. Deze zijn echt way too much. Ik ga deze even opdoen. Nou, ik heb de mega wimpers op. Het is echt way too much. Ik vind het echt niet mooi. Ik heb ze ook echt nooit op. Dit was de eerste keer. Ik kreeg ze binnen hierin en ik zag al meteen, nee, way too much. Oké, nou ga ik mijn gezicht bronzen met een bronzer die hier ligt. Dit is de City Color Be Matte Bronzer. Als jij op zoek bent naar een bronzer die niet blendt, die niet mooi valt op de huid, is dit de perfecte bronzer voor jou. Het enige wat ik hier fijn aan vind is dat hij mat is. Maar voor de rest, oh man, 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 het blendt gewoon echt niet. Het brengt amper aan, dus je moet echt veel aanbrengen. En het blendt gewoon niet. Hier is er nou gewoon bijna niks gekomen en hier is er gewoon een vlek. Dus ja. Als je dat ambieert in je make-up look, dan is deze geweldig voor jou. Ik heb hier ook gewoon ineens een vlek. Niemand weet hoe dat komt. Wat is dit een vreselijke look. Ik heb oprecht mijn best gedaan om het gewoon mooi te maken. Want zo breng ik altijd gewoon mijn oogschaduw en zo aan. Behalve dan met mijn vingers, want dat vind ik nooit fijn. Kijk, hier is er gewoon een gat. Ik weet niet of je het kunt zien, hopelijk wel. Hier is nou zo bruin en dan hier ineens niet. Oh, echt. Wat een puinhoop is dit. Blush. Als je een blush wilt die je niet kunt zien op de huid, is de Essence Silky Touch Blush geweldig voor jou. Deze blush is gewoon niet te zien op de huid. Ook als je hem swatcht, bijna niks te zien, echt. Essence heeft ook een andere blush, de Matte Touch Blush. Deze is geweldig en heel mooi. Maar de Silky Touch, nee. Ik zie gewoon niks op mijn huid. Echt gewoon niks. Er komt ook niet echt heel veel op de kwast, echt een beetje. En dan als je het opdoet. Ja. Dus. Echt. En ik breng echt veel aan. Pas nu ik het 3 keer heb aangerouwd, kan ik een beetje zien. Maar nee, dit kost te veel moeite. Te veel tijd. Niemand heeft hiervoor tijd. Nou, en dan nog lippen. Eentje die ik gewoon niet fijn vind is de City Color Liquid Matte in de kleur Dusty Coral. Zo heet die. De kleur is wel mooi. Hij is wel iets te licht voor mij, maar de kleur is mooi. Dit is een liquid lipstick, een matte, maar deze droogt heel je lippen uit. En na een uur of twee of zo wordt het hier ook, gaat het er zo een beetje af en zo. Het is echt één grote puinhoop. En ook als je het aanbrengt, is het heel streaky. Het brengt echt aan in van die strepen en je moet echt 100 keer eroverheen. En als je iets niet moet doen met liquid matte lipsticks, is het 100 keer eroverheen gaan. Ik moet wel zeggen, ik vind de kleur mooi. Op mijn huid is die alleen wel echt licht. Als je een lichtere huid hebt, is de kleur wel gewoon echt heel mooi. Het voelt nu al gewoon echt heel plakkerig aan. Ik vind deze echt niks. En dan als laatste fixing spray. De Ethos fixing spray is echt vreselijk. Hij hydrateert, zegt hij, maar hij spuit amper. En hij spuit echt helemaal scheef. En dit ding draait steeds als je spuit. Het is echt echt een gedoe, dus deze vind ik ook echt niks. Iemand had mij wel als tip gegeven om dan dit wat erin zit in een ander flesje te doen. Omdat, ja, mijn issue echt is met dit flesje, omdat hij gewoon niet fijn spuit. Maar om dat helemaal te gaan doen en zo is allemaal gedoe, dus dat ga ik toch niet doen. Dus ik wil liever gewoon eentje die al gewoon meteen goed is. Nou, ik heb weer een beetje ingezoomd. Kijk hoe vreselijk dit is. Ik heb hier gewoon een random vlek. Dat kan echt van alles zijn. Je kunt de blush niet eens zien. Ik heb hier allemaal oogschaduw fallout. Echt niet mooi. Deze wimpers zijn echt lelijk. Ze zijn zo raar, extreem. En echt zo wimperpluk, wimperpluk, wimperpluk. Het is niet mooi wispy. Hier is er ook gewoon een gat. Zeg maar, hier is bronzer en dan hier niks. Hier bij mijn voorhoofd ook. Hier zijn gewoon 2 van die bruine vlekken. De concealer is ook hier echt helemaal gecreased. En hij dekt echt niks. Ik kan hier echt nog een beetje mijn wallen zien. Ja, deze oogschaduw. Ja. Wat moet je ermee? En mijn lippen. Kijk hoe droog. Het blijft helemaal plakken. Het is echt. Deze make-up look, jongens.
Nou, dit was dan de video met alle make-up die ik echt gewoon niks vind. Als er nou iets hierbij zat dat jij ook hebt waarvan je echt denkt, ja maar ik vind die echt goed. Voel je vooral niet beledigd. Het is gewoon op mijn huid. Is dit gewoon allemaal niet mooi. Het kan prima werken op iemand anders zijn huid. Maar voor mij, ja, dit is echt een puinhoop. Voor de mensen die deze video als eerste bekijken. Ik maak mij normaal echt mooier op, geloof me. Bekijk mijn andere video's. Nou, ondanks dat het een beetje een negatieve video is, vond ik het wel echt... Ik besef me net dat ik gewoon iets ben vergeten. Highlighter. Ik kom even terug naar voren. Ik ben die helemaal vergeten. Die doe ik nog even snel. Dit is de Revolution Pro 4K Highlighter Palette. Lijkt heel mooi. Als je hem swatcht is het allemaal ook echt heel mooi. Echt prachtig. Maar als je het opdoet, is het echt een mes. Kijk, ik pak bijvoorbeeld even deze. Kijk, als je er ook al zo in swirlt, alles valt eruit. En dan als je het aanbrengt, het brengt gewoon echt overal aan. Het is gewoon echt één grote puinhoop. Het is echt niet mooi, het is ook echt te grof. Kijk, het is gewoon nou zo dik gewoon bijna. Nee, deze is echt niet mooi. Kijk, ook hier weer. Nee, echt niet mooi. Dit is gewoon net glitter. Het is niet eens gewoon mooie creamy of zo. Deze vind ik echt niks. Oké, nou, dan ben ik nou echt klaar. Ja, sorry mensen. Het was echt een lange dag vandaag. Ik ben echt moe. Het is nou 9:30 en ik ben al wakker vanaf 6:00. Dus het is echt een lange dag geweest voor mij. Ja, nou, dan ben ik nou klaar met de video. Nou, vergeet vooral niet te abonneren en deze video te liken. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Die komt zondag om 1:00. Doeg!